Welkom in de studio van TV Berchem. Vandaag te gast, drie schermwonders. Zouden jullie je voor kunnen stellen? Ik ben Mirthe Zoons en ik ben 16 jaar. Ik ben Axel Zoons en ik ben 14 jaar. Ik ben Edo Zoons, ik ben 16 jaar en wij komen alle drie uit Berchem. Tof, gezellig dat jullie er zijn. Jullie zijn allemaal besmet met het schermvirus, zou ik wel kunnen zeggen. Hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen? Volgens mij ben jij, Edo, de eerste die is gestart met schermen. Ja, dat klopt. Ik ben in Os begonnen. Ik zocht naar een sport die ik leuk vond. En ik ben op jonge leeftijd begonnen, toen ik nog in de band van ridders en zo. Dus mijn vader is toen gaan zoeken naar een schermclub. En die heeft hij gevonden in Os. En zo is het begonnen. En de rest is later gevolgd. En hoe oud was jij toen jij begon met schermen? Ik was toen 6 jaar. Okay. En na jou volgde Mirthe. Mm-hmm. Hoe is dat toen gegaan? Ik ben gewoon een keer mee geweest naar een training en het zag er super leuk uit. Dus ik ben half jaar later of zo ook begonnen. Hoe oud was jij toen? 7. En daarna volgde jij? Ja, ik ging ook kijken naar de training van Mirthe en Edo. En ik wou ook gaan schermen. Jij bent begonnen op je? 4e. Nog jonger training. Ja. En je schermen op hoog niveau. Zou je dat eens uit kunnen leggen? Op welk niveau? Wat hebben jullie allemaal al gedaan? Dit seizoen zijn we vooral bezig met kwalificatietoernooien voor de EK en WK, waar we ook naartoe willen dit seizoen. En die zijn dan vooral in het buitenland, en Duitsland, Frankrijk. En ja, dat is waar we dit seizoen mee bezig zijn. Ja, want jullie hebben denk ik al wel eens eerder meegedaan aan EK's en WK's? Nou, mijn zus en mijn broer wel, maar ik nog niet. Ja, nee. Voor jou... Hopelijk de eerste keer dit seizoen dan. Hoe vaak hebben jullie al aan EK's en WK's deelgenomen? Ik heb nu 2 keer deelgenomen aan EK en afgelopen jaar aan het WK. Ja? 2 keer aan het EK, maar nog nooit aan het WK. En heb je daar ook al veel prijzen behaald? Of? Nee, op de EK's en WK's helaas nog niet. Ik nam deel aan die toernooien in een categorie waarin ik nog niet tot de fysiek sterkste jongens behoorde. Dus het is lastig als je daar een prijs haalt, maar ik hoop ze dit jaar te kunnen halen. Jullie zijn denk ik ook bij alle NK's wel vertegenwoordigd vanuit het gezin. Wat is het hoogste wat jullie ooit op het NK behaald hebben? Goud. Allemaal? Ja, op NK's wel, ja. Dus en JK's eigenlijk. Dat is voor de jongere categorie. Okay, super. Jullie zijn ook een crowdfundingsactie gestart. Edo, volgens mij kun je daar van alles over vertellen. Ja, om ons komende kwalificatieseizoen te bekostigen zijn we inderdaad een crowdfundingsactie gestart via talentboek.nl. Dat is een crowdfundingsplatform. En dit doen wij omdat ons seizoen op dit niveau nogal duur wordt. De kosten en de trainingen en de reizen die kosten nogal veel geld. En tot op heden hebben onze ouders dat allemaal betaald, maar dat wordt nu wel een heel hoog bedrag. Dus wij hebben besloten om dan een crowdfundingsactie te doen. En om ons te onderscheiden van andere acties willen wij voor elke donatie die er wordt gedaan vrijwilligerswerk gaan doen. Dus als soort tegenprestatie. Dus bij een betaald bedrag zetten wij daar uren vrijwilligerswerk tegenover die uit naam van een bedrijf als sponsor worden gedaan. Dus alle bedrijven die jullie geld geven, daar gaan jullie uiteindelijk kunnen jullie daar ook een aantal uur voor aan het werk gaan? Ja. Ja. Een aantal uur aan het werk, maar jullie zijn al heel erg druk. Hoe ziet jullie leven er nou even uit als we een week uit jouw leven nemen, Axel? Nou ja, elke dag zijn we ongeveer om 4 uur thuis van school. En dan hebben we 2 uur om huiswerk te maken. En dan hebben we meestal een lange rit naar de training. Kan je dan leren en gaan we schermen. En komen we thuis om 11 uur en slapen we de volgende dag. Lange dagen, drukke dagen. Ja. Want waar trainen jullie? We trainen in Amsterdam en Arnhem. Dus dat is ver weg en dat kost veel tijd. Maar tijd voor huiswerk onderweg. Hoe gaan jullie daar naartoe? Eigenlijk standaard met de auto. Onze moeder die brengt ons naar de training en die blijft er dan vaak ook en pikt ons daarna weer op. Dus zo gaat het eigenlijk al heel lang. Ja. Maar dus veel reizen kost veel geld. Dus vandaar ook de actie natuurlijk. Hebben jullie nou nog, zit er nou nog iets aan te komen, een EK of een WK waar jullie echt specifiek op doelen, waar jullie nu echt naartoe aan het trainen zijn?
Nou ja, bedoel, het uiteindelijke goal van je seizoen is natuurlijk het EK en het WK. Die twee zijn echt de belangrijkste en dat is waar je de titels wil gaan halen. Maar we hebben periodisering in ons seizoen, dat wil zeggen, ons seizoen wordt in bepaalde periodes opgedeeld. Met verschillende intensiteit van training en het doel van training. Ook gebaseerd op bepaalde toernooien. Dus er zijn wel een paar grote toernooien, maar het echte belangrijke event, dat is het EK en het WK. Oké. Want jullie doen eigenlijk iedere week wel een wedstrijd, of niet? Ja, elk weekend is er meestal wel een wedstrijd. Niet voor ons alle drie tegelijkertijd, maar er is eigenlijk elk weekend wel iemand weg, ja. Moeten jullie dan allemaal naartoe in het weekend? Waar we naartoe moeten? Ja. Nou, eigenlijk bijna nooit naar Nederland. Meestal naar Duitsland, daar zijn veel grote toernooien. Maar ook naar Frankrijk of verder weg naar Hongarije of Polen. Meestal niet in de buurt. En dan nemen jullie denk ik veel medailles en bekers mee naar huis. Staat het huis al flink vol of valt dat er mee? Ja, die kwalificatietoernooien zijn natuurlijk hoger niveau. Dus daar zijn wel eens medailles gehaald, ook met het team. Maar de medailles die in de kasten staan zijn van vroeg. Oh, oké. Okay. wat maakt dit schermen nou zo leuk? Ik denk de spanning, dat het zo 1-op-1 is. En je moet op dat moment echt presteren. En ja? Ik vind schermen super veelzijdig. Het is echt op jezelf gericht, het is individueel en dat vind ik persoonlijk leuker, maar het kan ook met een team. Ja, voor mij is het leuke aan het schermen is inderdaad ook het veelzijdigheid. Elke tegenstander is anders. Elke tegenstander kan zich ook aanpassen aan jou als tegenstander. Dus daar moet je zelf ook toe in staat zijn. En dat maakt het inderdaad een sport die echt alle kanten op gaat. Dat maakt het mooi. Schermen jullie ook wel eens tegen elkaar? Ja, maar eigenlijk alleen op trainingen. En hoe gaat dat dan? Wie is er dan de grote winnaar? Edo toch wel. Ja, vaak wel. Maar het heeft vooral te maken met mijn fysieke voorsprong. Ja. En als jullie nou tegen elkaar, jullie komen elkaar nooit tegen op wedstrijden, maar tijdens trainingen wel. En gaat er dan fel aan toe? Ja, er is wel wat broederrivaliteit dus. Ja, soms wel, maar dat moet je eigenlijk een beetje achterwege proberen te laten. Ja. Nu vooral trainen voor de EK's en de weken die eraan komen. Is er nou nog een hoger doel? Uiteindelijk zijn het Olympische Spelen, maar als je daar naartoe kan werken, dan ben je echt heel goed inderdaad. Nou, dat kunnen wij nu nog niet weten, maar we werken er wel voor. Ja. Dus, als hoog doel ooit de Olympische Spelen mogen, dat is voor jullie wel het doel uiteindelijk. Okay. In het schermen zijn er verschillende disciplines. Doen jullie allemaal hetzelfde? Ja, wij doen allemaal discipline floret. Want wat zijn er nou allemaal verschillende? Je hebt degen, floret en sabel. En bij sabel mag je slaan en bij degen en floret moet je steken. Alleen bij degen mag je overal raken en bij floret alleen op de romp. Okay. En hebben jullie wel andere dingen ook gedaan? Ja, we hebben vroeger ook degen gedaan. Dat is qua regels ook makkelijker. Dus daar zijn we mee begonnen. We hebben het gecombineerd met floret. Maar ligt de focus echt op floret. Ja, want jij doet nog wel. Jij kunt niet zo goed kiezen, toch? Ja, ik heb dat altijd lastig gevonden. Ik vind het allebei super leuk. En de jongens wisten al heel snel dat ze floret veel leuker vonden. Maar ik doe het nog steeds allebei. Met de focus wel op floret. Okay. Nou, dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst en voor dit gesprek. En heel veel succes wensen. En natuurlijk ook met de crowdfundingsactie. Ik hoop dat er een mooi bedrag voor jullie binnen mag komen. En ik hoop dat het vrijwilligerswerk jullie nog wel de ruimte biedt voor al het huiswerk en het trainen. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Nou, bedankt. Dankjewel. Dank u. Dankjewel. Dit was een uitzending van TV Bergen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.